Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Ik dacht gisteravond, ik ga weer een keertje Modern Warfare 2 spelen en proberen voor jullie een nukje te halen. Nu was het probleem, ik ging ten eerste free-for-all starten. Ik kwam hacker na hacker na hacker na hacker tegen. Toen ging ik Ground Wars starten, toen had ik bijna een nuke. Toen kwam er een hacker in de game die in één keer iedereen in het hele potje killde. Dus ja, dat werkt natuurlijk dan ook niet. Toen dacht ik, nou ja, oké. Ik speel nog twee potjes free-for-all. Het potje hiervoor ging ik dood op een 19 kill streak. En toen dacht ik, oké, nog één potje. Kom ik in dit gamepje. Wasteland is deze map. Er zaten hackers in. Ze hadden wallhack volgens mij. En allemaal van die rare tekens in hun naam staan. En toen dacht ik, oké. Ze zijn niet hackers die in de lucht vliegen en die niet dood kunnen. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga proberen die nuke te halen. En ik haal de nuke ook in ongeveer 3 minuutjes. Nu moet ik er wel bij zeggen. De nuke in Modern Warfare 2 was toen de tijd dat Modern Warfare 2 uitkwam heel erg moeilijk om te halen. Want mensen waren gewoon niet zo goed. Het was ongeveer gewoon gemiddeld dat je een killed van 1.7 had, 1.5 had. Dat was gewoon de gemiddelde KD. Als je nu kijkt naar goede mensen op Call of Duty, hebben ze een killed van 4.3. Als ze gewoon normaal spelen. Niet elk pokje race quitten natuurlijk. En het was dus heel erg moeilijk om 25 kills voor jouw nuke te halen op Modern Warfare 2. Maar het is wel zo dat jij je nuke kan halen door middel van jouw killstreaks. Dus als jij de Harrier strike haalt, die ik hier inroep op mijn eigen hoofd, en die maakt kills, telt dat mee voor mijn nuke. Je nuke moest je daarentegen ook weer aanzetten bij jouw scorestreaks. Dus ik heb nu 2 scorestreaks aanstaan die dus kills kunnen maken voor mijn nuke. En dan is mijn derde scorestreak de nuke zelf. Dus het was niet zoals bij bijvoorbeeld Modern Warfare 3 dat je hem gewoon ineens kreeg. Maar je moest hem zelf helemaal aanzetten. Dus als jij een 25 streak haalde en je had de nuke niet aanstaan, kreeg je hem ook gewoon niet. Maar je kan dus heel makkelijk de nuke halen in het spel als je bijvoorbeeld de chopper gunner aanzet. Bijvoorbeeld de AC-130 aanzet. Maar ik dacht van, dat is zo ouderwets, weet je. Iedereen haalt zo'n nukeje, zet zijn chompertje aan, zit ze daar lekker in te schieten. En een bam, heb je een nuke binnen. Dus ik dacht, ik zet de Harrier strike aan die hier gewoon in de lucht vliegt. En de Pavlo, zodat ik zelf ook gewoon nog steeds op de grond kan blijven rondrennen. Want als je in je AC-130 gaat of je chopper gunner, dan kan je natuurlijk niet meer zelf lopen. Je ziet hier ook links in beeld staan dat die hacker eventjes hack weer uit of aangezet. Weet ik veel wat hij allemaal deed. Maar je ziet er allemaal shit links in je beeld staan. En ja, ik vind het gewoon heel erg jammer dat natuurlijk Infinity Ward niet meer dit soort spellen aan het updaten is. Dat ze hacks niet meer weghalen. Want ze zijn nu druk bezig met Call of Duty Ghost. Om daar de hackers weg te halen. Terwijl dat spel pas 2 maanden oud is. En dan moeten ze ook nog eens Modern Warfare 2 patchen. Moeten ze Call of Duty 4 patchen. Moeten ze Modern Warfare 3 patchen. Want dat zit ook helemaal vol met hackers. En ik hoop gewoon dat ze dat natuurlijk gaan doen. Want het is een beetje jammer dat ouderwetse spellen, zoals Modern Warfare 2, Call of Duty 4, een beetje worden verpest door al die hackers die erop zitten. Maar hier kom ik een beetje in een benadering. Want ik had bijna mijn nuke binnen. Mijn Pavlo die vliegt hier ook weg. Toen dacht ik, shit, ik heb alleen nog maar een Magnum in mijn hand. Dus ging ik op afrennen. Ik dacht, oké, ik moet nog één kill. Ja, daar komt hij. Oh, kut, ik moet nog een kill. Toen dacht ik, oh shit. Nu weten ze waar ik loop. Oké, ga weg jij. Toen wou ik die schieten en toen zag ik, oh shit. Er staat nog geen rechts van me. Snel dekking zoeken en schieten. Bam. Tactical nuke. 25 kill streak. Dus geen gun streak. Kill streak. Moet je halen in Modern Warfare 2 om deze nuke te halen. Hij beëindigt het game. Hij killt iedereen in dat potje behalve jezelf. En het is gewoon echt kicken om dat ding te halen. Volgens mij, nee, je killt jezelf ook nog eens. Dus het is echt gewoon een nuke. Hij beëindigt het potje. Maakt niet uit hoeveel de score of de tijdlimiet is. En je killt jezelf, je eigen team en het enemy team. En in free-for-all houdt dat dus gewoon in. Je wint het potje, je killt iedereen. En bats, boom, de gameplay zit erop. Dus mensen, mocht je hebben genoten van dit Modern Warfare 2 filmpje, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Oldschool Call of Duty's blijven nog steeds gewoon de beste Call of Duty's. Dus tot de volgende keer maar weer. En bye bye mensen.